Welkom bij de kennisclip Goederenrechtelijke aspecten. We staan stil bij verschillende goederenrechtelijke onderdelen die van belang zijn voor het prettig kunnen wonen en leven in onze samenleving. Niet alleen huurders behoren tot de doelgroep van SJD, ook huiseigenaren kunnen tot de doelgroep behoren. Enerzijds als verhuurder, waarbij ze niet alleen verplichtingen hebben, maar ook bepaalde rechten. En anderzijds als eigenaar die wellicht de hypotheeklasten niet meer kan betalen. Het is dus van belang daar kennis over te hebben. Het goederenrecht maakt onderdeel uit van het vermogensrecht. Het goederenrecht bestaat uit een gesloten stelsel qua wetgeving. Kenmerkend voor het goederenrecht is dat de relatie tussen een persoon en een goed centraal staat. Onder personen verstaan we natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen, zoals de NV of de BV. Deze personen zijn allemaal dragers van rechten en plichten. Een goed is een zaak of een vermogensrecht. Een zaak is alles wat vastgepakt kan worden. Bijvoorbeeld een tafel, stoel, bed, trein of fiets. Hierbij is niet van belang of het object ook daadwerkelijk opgepakt of getild kan worden. Een vermogensrecht is een op geld waardeerbaar recht. Hierbij kan gedacht worden aan eigendomsrechten of bijvoorbeeld auteursrechten. Vermogensrechten hebben een bepaalde waarde in geld. Het vermogensrecht kun je onderverdelen in relatieve en absolute vermogensrechten. Bij relatieve vermogensrechten gaat het om de rechten die ten opzichte van één persoon gelden, terwijl de absolute vermogensrechten tegenover iedereen gelden. In deze kennisclip zullen we verder niet stilstaan bij deze vermogensrechten. In de kennisclip absolute vermogensrechten wordt ingegaan op de verschillende absolute vermogensrechten die we kennen. Volgens de wet zijn zaken onder te verdelen in hoofdzaken en bestanddelen. Een bepaalde zaak kan worden aangemerkt als een hoofdzaak. Deze hoofdzaak kan weer bestaan uit verschillende bestanddelen en dit zijn als het ware de onderdelen van de hoofdzaak. Als er geen sprake is van een bestanddeel bij de hoofdzaak, dan spreek je van een zelfstandige zaak. Ik zal dit aan jullie uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Wanneer je bijvoorbeeld een keuken laat inbouwen in je nieuwe huis, wordt de keuken bestanddeel van het huis. Het huis geldt dan als de hoofdzaak. Voor een wiel van een fiets geldt hetzelfde. Zonder dit wiel is het onmogelijk om te fietsen. Het wiel is dus een onderdeel geworden van de hoofdzaak, namelijk de fiets. Een bestanddeel heeft in het recht geen zelfstandig bestaan. Een bestaansrecht is dus geen zelfstandige zaak. Het onderscheid tussen hoofdzaken en bestanddelen is om verschillende redenen belangrijk. Zo ben je als eigenaar van de hoofdzaak ook automatisch eigenaar van de bestanddelen die onderdeel zijn van de hoofdzaak. Dit geldt als je al eigenaar bent van een bepaalde hoofdzaak, maar ook als je eigenaar wordt van een bepaalde hoofdzaak met bestanddelen. De vraag die je hierbij kunt stellen is of alle zaken die onderdeel uitmaken van een hoofdzaak ook moeten worden aangemerkt als bestanddeel van die hoofdzaak. Om het concreet te maken, is de marmeren vloer in een keuken bestanddeel van de woning en zijn lampen in een woning bestanddeel van die woning? En is de eigenaar van de woning dan ook eigenaar van deze bestanddelen? Aan de hand van de wet kan getoetst worden of objecten zoals lampen, vloeren, gordijnen, kasten in een woning, maar ook fietsbellen, spaken en banden van een fiets, aangemerkt moeten worden als bestanddelen. Ten eerste wordt een object als bestanddeel van de hoofdzaak aangemerkt als het volgens verkeersopvatting, dus hoe erover wordt gedacht in de maatschappij, als bestanddeel wordt aangemerkt. Ten tweede wordt een object als bestanddeel aangemerkt als het object op een zodanige manier is verbonden met de hoofdzaak dat scheiding van deze twee zaken van elkaar niet mogelijk is zonder dat er beschadiging aan de zaken optreedt. Als een object volgens één van deze twee voorwaarden onderdeel uitmaakt van de zaak, dan is het object bestanddeel van de hoofdzaak en de eigenaar van de hoofdzaak eigenaar van de bestanddelen ervan. Dat laatste wordt ook wel het eenheidsbeginsel genoemd. Een marmeren vloer in een keuken is niet gemakkelijk te verwijderen zonder dat deze beschadigd wordt. En dus kan gesteld worden dat de vloer bestanddeel is van de hoofdzaak, de keuken in de woning. Maar gordijnen hangende in een woning kunnen gemakkelijk zonder beschadiging verwijderd worden uit de woning. En dus zijn gordijnen geen bestanddeel van die woning. Ook op basis van de verkeersopvatting zijn gordijnen geen onderdeel van een woning. Gordijnen, maar ook bijvoorbeeld lampen, kunnen dus bij verkoop van de woning gemakkelijk meegenomen worden naar een nieuwe woning. Zaken kunnen ook onderverdeeld worden in roerende en onroerende zaken. Onroerende zaken zijn de grond, beplantingen en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd en de niet gewonnen delfstoffen. Met duurzaam met de grond verenigd zijn wordt bedoeld dat deze zaken vastzitten in de grond en niet los te maken zijn zonder schade te maken. Het gaat dan om registergoederen. Roerende zaken zijn alle niet onroerende zaken. Gedacht moet worden aan tastbare losse zaken zoals een fiets, een telefoon, een pen, maar ook een auto of een grote container. Het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken is van groot belang voor het goederenrecht. Het bepaalt namelijk op welke manier een goed in eigendom wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Het verkrijgen van goederen kan op twee manieren,
namelijk onder algemene titel en onder bijzondere titel. In deze kennisclip staan we met name stil bij de verkrijging onder bijzondere titel. Ten aanzien van de verkrijging onder algemene titel wil ik alleen opmerken dat in dat geval de vervreemde in de plaats komt van de verkrijger. Alle rechten en plichten gaan over. Bijvoorbeeld in het geval van erfopvolging of een fusie. Verkrijging onder bijzondere titel gebeurt in een viertal situaties, namelijk bij overdracht, verjaring, onteigening en overige in de wet genoemde manieren. Hierna zal ik ingaan op de overdracht en verjaring. De andere situaties zullen in deze module niet worden behandeld. Overdracht houdt in dat een bepaald goed door de ene partij in eigendom wordt overgedragen aan een andere partij. Wil er sprake zijn van een geldige eigendomsoverdracht van het goed van persoon A naar persoon B, dan dient volgens de wet voldaan te worden aan een aantal eisen. Dit worden ook wel de overdrachtsvereisten genoemd en die vind je in artikel 84 van boek 3 Burgerlijk Wetboek. Volgens de wet moet er sprake zijn van een geldige levering, geldige titel en moet er sprake zijn van een beschikkingsbevoegde vervreemder. Ik zal nu ingaan op deze verschillende vereisten. Het vereiste van de geldige levering ziet op het daadwerkelijk leveren van het goed zelf. Hierbij geldt een onderscheid tussen registergoederen en niet-registergoederen. Wanneer sprake is van een registergoed, dan moet er een notariële akte worden opgemaakt waarin wordt vastgelegd welk registergoed betrokken partijen willen overdragen en onder welke voorwaarden. Verder moet in de notariële akte worden ingeschreven in de openbare registers. Eigendomsoverdracht van een woning wordt bijvoorbeeld op deze manier geregeld, maar ook de overdracht van grote schepen en vliegtuigen. Bij niet-registergoederen, denk bijvoorbeeld aan de overdracht van een auto of een fiets, zijn er vier mogelijkheden van levering. Ten eerste de feitelijke verschaffing. De vervreemder stelt het goed direct in de macht van de verkrijger, dus hij overhandigt het goed aan de ander. We kennen ook de levering traditio brevi manu, waarbij de houder bezitter wordt. Bijvoorbeeld de fietsenmaker die de fiets repareert en de fiets uiteindelijk wil kopen van de eigenaar. We kennen ook levering traditio longa manu en de houder blijft dan houder, maar wordt houder voor een nieuwe eigenaar. Jan heeft bijvoorbeeld van Kees een boek geleend. Kees verkoopt het boek aan Ilse. Jan is nu houder voor Ilse als de verkoop aan Jan is medegedeeld door Kees. We kennen ook nog de levering constituto possessorio. De bezitter wordt houder. Pien verkoopt bijvoorbeeld haar auto aan Klaas, maar ze spreken af dat Pien de auto nog een maand blijft gebruiken. Zij houdt hem dan nog onder zich. Het volgende vereiste waaraan voldaan moet worden is dat er sprake is van een geldige titel. Dat is de rechtsgrond op basis waarvan de overdracht gaat plaatsvinden. Bijvoorbeeld de koopovereenkomst, onrechtmatige daad, een huurovereenkomst en andere mogelijkheden. Er kunnen zich situaties voordoen dat er geen sprake is van een geldige titel. Bijvoorbeeld in het geval van artikel 40 boek 3 Burgerlijk Wetboek. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de titel in strijd is met de goede zeden of openbare orde. In dat geval is sprake van nietigheid. Het laatste vereiste waaraan moet worden voldaan is dat er sprake is van een beschikkingsbevoegde vervreemder. Zo is een eigenaar wel bevoegd om een geldige overdracht tot stand te laten komen, maar dit geldt niet voor bijvoorbeeld de houder van een goed. Maar wat nu als sprake is van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder? Wordt de verkrijger nooit beschermd? De wet kent een tweetal uitzonderingen. Zo zijn er in de artikelen 86 en 88 van boek 3 Burgerlijk Wetboek twee soorten derde bescherming geregeld voor roerende zaken en registergoederen. Wanneer wordt voldaan aan de vereisten die in deze artikelen zijn opgenomen, wordt een verkrijger beschermd als hij het goed heeft verkregen van een beschikkingsonbevoegde vervreemder. Een andere manier waarop goederen verkregen kunnen worden dan overdracht is de verjaring. In de wet kennen we een tweetal soorten verjaringen, de verkrijgende verjaring en de bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring wordt iemand eigenaar van een zaak door die zaak voor een bepaalde tijd te bezitten of te gebruiken, terwijl je eigenlijk geen eigenaar was. Roerende zaken als een fiets of auto verkrijg je na 3 jaar bezit. Andere zaken, zoals registergoederen, verkrijg je na 10 jaar bezit. En je verkrijgt dan automatisch het eigendomsrecht. Van belang is wel dat de bezitter te goede trouw is. En je koopt bijvoorbeeld een huis en mag veronderstellen dat de ernaast gelegen strook grond ook jouw eigendom is geworden. Na 10 jaar bezit wordt die strook grond jouw eigendom door verjaring. Bij de bevrijdende verjaring wordt een bezitter eigenaar van een zaak enkel door gebruik te maken van de zaak. En voor bevrijdende verjaring is goede trouw niet vereist. Dit betekent dat een bezitter eigenaar kan worden, ook als hij wist dat de zaak aan een ander toebehoorde. Bevrijdende verjaring ontstaat als de werkelijke eigenaar 20 jaar lang geen actie heeft ondernomen. Als je dus een stuk gemeentegrond in bezit neemt door er een hek omheen te plaatsen of te bebouwen, is overduidelijk dat je de grond in bezit hebt genomen. Na 20 jaar zonder actie wordt die grond jouw eigendom. De werkelijke eigenaar hoeft niet te weten dat de zaak in bezit is genomen.